Op zijn 72ste heeft Henk Westbroek geen behoefte meer aan conflicten, zo vertelde de Utrechtse zanger, presentator en schrijver in de ochtendshow Jan Willem Startop. Van NPO Radio 2. De opmerking kwam naar aanleiding van de suggestie dat zijn voormalige band het goede doel, vergelijkbaar met andere Nederlandse iconen, een comeback zou kunnen maken. Westbroek gaf aan dat hij niet zit te wachten op geld, in tegenstelling tot de andere leden die weer samenkomen. Hij benadrukte dat hij op zijn leeftijd geen zin meer heeft in ruzies en dat een gelukkig leven voor hem belangrijker is dan veel geld verdienen. Het Goede Doel, bekend van hits als België, alles geprobeerd en Vriendschap, stopte in de vroege jaren 90, maakte in 2010 een korte comeback, maar lijkt nu geen verdere plannen te hebben voor een hereniging. Westbroek prees de artistieke samenwerking met Henk Temming, zijn collega in het Goede Doel, en noemde hem een briljant componist. Hij erkende dat hoewel ze goed konden samenwerken op artistiek vlak hun persoonlijke relatie niet altijd soepel verliep. Tijdens de laatste tournee hadden ze zelfs aparte kleedkamers en ontmoetten elkaar pas weer op het podium. Ter gelegenheid van zijn 72ste verjaardag benadrukte Westbroek zijn terughoudendheid ten opzichte van overzichtsinterviews en de ongevraagde verzoeken van goede doelen die hem vragen om hen niet te vergeten in zijn testament. Hij beschreef deze verzoeken als confronterend en liet weten ze resoluut af te wijzen.